In een wereld waar een twintigtal aspiranten leider worden. Maar er geen enkele ervaren leider is om hen de knepen van het vak te leren. Is er één gedaante dat hen kan redden. Jan, de tijdworm. Hij zal terug in de tijd reizen om de beste leiders te verzamelen die de geschiedenis van Gyrokratos ooit gekend heeft. Hij reist naar de oertijd. De oude Grieken. En de middeleeuwen. Maar zijn reis is niet zonder gevaren. De leiders uit de geschiedenis mag niets overkomen. Anders veroorzaakt dat een paradox. Vandaar de witte pakken of zo. Ik weet het niet goed, het is raar. Oh, en kijk, nu gaan ze dansen! Hey! Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit longue. Wat denk je? Gaan we de leidingsploeg voorstellen? Ja. Ik begin met de dammers. En wie heb ik eerst voor dammers? Kom van Lerken. Wie heb ik nog? Dries Wouters. En dan heb ik Lasse Dresselaars nog.
En dan Senna op de beek. Dat zijn er al vier en dan doe ik er nog een vijfde bij, de Gijs. Dankjewel. Misschien nog de zesde. Iemand met veel gewicht in de schaal, de Poppy. Wat is het? Doe ik er nog de zevende bij? Dat vind ik ook, de zevende. Jan. Spijkloepers, waar zitten jullie? Nu voor jullie. De eerste. Jekke van Balen. En een tweede. Ronnen van Kerkhoven. En nog ten derde. De Mierty. En misschien nog een vierde, de Rieps. Dankjewel. Nog een zesde. Ja, de Snee. Merci. Allee, en dan Tommy dan ook nog maar zeker. Wie is dat nog? Nee, niemand. Oh, toch? Wie? Ja, en dan heb ik er ook nog in, maar ik ben vergeten mijn briefje te schrijven. Kom maar. Kom toch. Merci. Ja, maar dat was mijn man-slimer die begint te werken, hè. Nu ga ik naar de rekkersploeg. En de eerste. Bolkips. En nummer 2, Janne Schoormans. En een derde, Florian van Kijzelen. En dan heb ik nog Timo van der Wee. En dan heb ik weer een Ruben. Ruben Wassé! Zeker, ja. En dan heb ik nog Michiel Mos. En dan heb ik nog de Jerry. En nu ga ik mijn briefje omdraaien voor de toppers. En dan heb ik een eerste Thomas Kiels. En een tweede Mathis van der Vrede. En een derde Thibaut Smits. En dan heb ik Laurens Michel. En dan komt er op mijn papiertje tevoorschijn Jarik Torres. Oh Jarik, wacht eens even. Klopt dat jij de nieuwe hoofdleider wordt? Ja, maar het schijnt wel. Allee dan, doe dat goed, hè. En dan nummer 7. Weron de Gios zijn in aanbieding. Stef Gios. En dan nog iemand die Stef noemt. Stef Nevelsteen. Dankjewel. Oh, er staan ook de rode. Weet iemand wie dat is? De Steven, juist joh! Merci!
Oké, mijn rode koorden zijn op. Dan begin ik aan de blauwe koorden. En dan begin ik met de sussen. En nummer 2, dat is Robbe van Ol. En dan Jan Bijlemaas. En dan komt er iemand die ik altijd voortrek, dat is mijn eigen zoon, Quintetorfs. En dan heb ik nog de Joppe. Dank je, Jan. En dan nog de Ruben. Ruben Torfs. Allee, ik heb er nog 4. 4 koorden voor 4 mensen. Ik zal beginnen met de jongste, de Simon. Ja. En dan heb ik nog een tweede, Robbe Verwoord. Voilà. En dan heb ik iemand die jarig is, die moet even tot hier komen. Je moet nog niet zeggen wie je bent, maar omdat je jarig bent, mag je kiezen bij wie je gaat staan. Dan word ik MVB! Proficiat! Ga daar maar op de wc zitten. Oké, het is dan Daan die bij de aspiranten staat. En dat was het dan. Of zeg ik iemand vergeten? Ja, wat ga ik met een dien doen? Stoppen of bij de aspiranten? Bij de aspiranten nog, wat is ballen? Alsjeblieft. Oké, dat zijn ze dan. En dan ook degene die gaan stoppen. Ja, dat filmpje dat zal er straks ook op staan. Voor niemand, jammer. Mannen, dat zijn uw leiders voor volgende week. Splinternieuw. Dus ik zou zeggen, allemaal afkomen en dan zien we elkaar volgende week terug bij deze nieuwe mannen.